Johannes 2. En op de derde dag was er een bruiloft de Cana in Galilea, en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen: vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: schepper nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen de Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En ze bleven daar niet veel dagen. Tot zover de lezing. Johannes 2 vers 1 tot en met 12. Een heel bijzonder gedeelte. Jezus openbaart zich voor het eerst op een familiefeest. Hij is zelf uitgenodigd, omdat zijn moeder en zijn broers, maar ook zijn discipelen, familie zijn van bruid en bruidegom. Het is, zoals hij zelf zegt, nog niet zijn uur. Nog niet het moment dat hij zich in zijn volle heerlijkheid zal openbaren. Dat zal vlak hierna gebeuren, bij de eerste tempelreiniging. Het eerste optreden van Jezus, namelijk. In Jeruzalem. Nu is het de dag van de overgang. Jezus treedt uit de sfeer van de familie voor het eerst in de sfeer van de openbaarheid, nog op een verborgen wijze, maar wel duidelijk en helder voor zijn eigen discipelen. De aanleiding is een tekort aan wijn, een huishoudelijk probleem dat van groot belang is, omdat de bruiloft daarmee in het honderd dreigt te lopen. De bruidegom heeft immers een jaar lang ongeveer gespaard om de bruiloft te kunnen betalen. Hij heeft een stukje grond aangeschaft en een huis laten bouwen. Zo heeft hij aan zijn schoonouders laten zien dat hij bemachtigd is voor zijn bruid te zorgen. En nu is het moment dat er een week gefeest zal moeten worden. Een bruiloft was in deze tijd een groot sociaal gebeuren waar soms een heel dorp voor was uitgenodigd. Dit is het dorpje Cana in Galilea, dat op een steenworp afstand ligt van het dorpje Nazareth. Daar wonen Jezus en zijn moeder en zijn broers, nog steeds na de dood van Jozef. En nu is deze bruiloft aangebroken. Heel Nazareth zal uitgenodigd zijn, want tussen die beide dorpen zullen vele familieverbanden hebben bestaan. Nu dreigt voor de bruidegom een grote. Een groot schandaal, want de wijn is op, misschien al meteen aan het begin van de bruiloft. En de bruidegom heeft op zijn schoonouders indruk willen maken door naar het reinigingsgebruik van de Joden zes stenen watervaten neer te zetten, elk van 80 à 120 liter. Bijna 800 liter water ligt daar niet om te drinken, maar om te gebruiken voor het reinigingsritueel bij de maaltijd. Hij heeft dus gerekend op een bruiloft die wellicht wel de hele week zal duren. Maar nu is de wijn op, en dat betekent dat er niets anders te drinken is. Maria wil proberen om Jezus zo ver te krijgen dat hij dit probleem oplost. Maar hier maakt Jezus afstand tussen hem en zijn moeder. Vrouw, wat heb ik met u te doen? zegt hij zelfs tegen haar. Niet onvriendelijk. Maar ook geen woorden die een zoon tegen zijn moeder zou gebruiken. Vrouw, zegt hij, mevrouw zouden wij zeggen. Wat hebben u en ik gemeenschappelijk? Is het wel zo dat mijn taak en mijn missie verband houdt met zoiets aards als het geluk van de bruidegom of het succes van het bruiloftsfeest? Maria is gewend geraakt om aan Jezus alles te vragen. Ze heeft op hem kunnen rekenen al deze jaren na het overlijden van haar man Jozef. Daarom trekt ze zich weinig aan van de woorden van Jezus, ook al heeft ze die misschien wel begrepen. Zijn moeder zegt tegen de dienaars: Wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. Als Jezus gezegd had: Laat maar gaan, laat het feest maar ophouden als de wijn op is, dan hadden de dienaars dat ook gedaan. Maar Jezus vervult. Het voorstel van zijn moeder. Hij volgt haar verzoek. Hij laat de watervaten tot aan de rand vullen, zodat alle dienaars weten dat er alleen maar water is gehaald. Een aardige klus, want daar vermoeden ze naar de dichtstbijzijnde put om water te halen. De watervaten worden, worden tot aan de rand gevuld, zodat duidelijk kan zijn dat er geen wijn bij gemengd wordt. Dat is trouwens wat mensen dronken in deze tijd. Wijn vermengd met water. De wijn was te koppig en te sterk om zonder water te drinken. En water kon niet worden gedronken zonder die aan te vullen met alcohol. Ze vulden ze tot aan de rand. En nu is het Jezus' opdracht aan de dienaren om er iets van uit te scheppen en het naar de ceremoniemeester te brengen. Hij geeft hen geen opdracht. Om te vertellen dat er een wonder is gebeurd. De dienaars weten het, maar zwijgen er eigenlijk over. De dienaars weten het, maar zeggen niets tegen de ceremoniemeester, die alleen maar verbaasd tegen de bruidegom zegt dat hij niet weet waarom hij de goede wijn tot dat moment bewaard heeft. Zo wordt het feest gered. Een feest waar het niet alleen maar gaat om het geluk van bruid en bruidegom. Maar waar het ook altijd gaat om de vreugde van de terugkeer van de Messias. Om de vreugde van het koninkrijk dat komen zou. Bij elk bruiloftsfeest werd ook gedacht aan de relatie tussen de God van Israël met zijn volk. Een relatie als van een bruidegom tot een bruid. Hier laat Jezus heel even zien dat zijn missie toch tot op zekere hoogte draait om deze bruiloft. Hij komt om het volk te vertellen dat de bruidegom aanstaande is, dat God verschenen is om zijn bruid tot zich te nemen en het koninkrijk te beginnen. Dat is een teken wat nu eigenlijk aan iedereen verborgen is gebleven, maar wat toch alle tekenen en alle prediking van Jezus voor het vervolg bepalen zal. De zoon van God, de koning van Israël, is verschenen en in kleine kring. Heeft hij zichzelf bekendgemaakt? Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard met dit kleine wonder. De ceremoniemeester heeft er niet naar gevraagd. De bruidegom heeft het niet willen weten. De dienaars hebben het niet doorverteld. Maar zijn discipelen leren hier in hem te geloven. Ja, Jezus Christus is waarachtig, de Zoon van God, de Koning van Israël.